Garage Den Helder. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag alweer vrijdag 11 september 2020. Mijn naam is Karen Stelman van de Werf. Dit is mijn man Roderick Stelman van de Werf. En wij zijn dus nu onderweg naar de garage in Den Helderstraat. Ja, Den Helderstraat, voor mijn best. Voor de remblokken, naar mijn idee. Dus we gaan het zien. En ik hoop dat ik even jullie daarin mee kan nemen. Dus we zullen het zien. Ik denk het niet in verband met de COVID. Ik zeg het niet heel graag, dat weten jullie. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, het is net even al snel bekeken en door iemand die hier dus werkt. En het is inderdaad aan rozenkant en zijn remblok die af is. Dus dat wordt zo meteen gewoon wel lekker gefixt, hoop ik toch. En ik heb net al gezegd dat ik vlogger ben, dus ik hoop dat ik mag vloggen voor jullie. Dat is leuk. Dus jullie willen heel veel met auto's zien en hoe dingen worden gemaakt. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat ik mag filmen, ik denk het wel. Maar dat komt goed. Nou, daar hebben we onze autootje hoor. Ja, het is inderdaad aan roze kant. Dus ja, onze dinkietoor die gaat op de brug. Ja. Lekker geluidje hè, nat hè. Het is aan zijn kant, want hij heeft zo al op deze manier? Nou, hij is alles in gereedheid aan het brengen. Ik hoop en dat hij die dingen het houdt aan de onderkant. Dat houdt het. Oké. Nou, we gaan het zo meteen zien. Gaat hem dus nu omhoog halen. Staat omhoog. Hij mag wel nog een stukje. Kijk, dan gaat hij nog een beetje omhoog doen. Onze auto staat even van de grond af. Schat, letterlijk en figuurlijk. Onze auto staat even van de grond af, hè? Letterlijk en figuurlijk. Hey lief, kom eens. Kom eens, want de roest van deze veer, en die is er ook helemaal vanaf nu, hè? Deze veer, en die had ook eerst helemaal roest. Okay. Die is er nu vanaf, zie ik. Nou, dat is tenminste iets. Die was ook helemaal onder de roest. Nou, ik mag dus filmen. Is leuk. Op je handen aan het kijken, dat weet je. Naast deze is toch weer voorbij. Ja, nou ja, dat mag. Best prima. Mijn kijkers en die willen juist dat ik dingen ga filmen over auto's. Dus ja, dan moet ik dat maar gaan doen, hè? Even herrie maken. Hij zit niet echt heel erg vast of zo, hè? Ja, wel. En wel vast, maar niet. Dat niet. Kijk, nog één boutje eraf. Kijk. En dan gaan we even kijken wat de schade is. Kijk. Ja, lief, kijk eens. Nou. Hij zit echt gewoon op het ijzer. IJzer op ijzer. IJzer op ijzer, kijk maar. Okay. Hij zit echt ijzer op ijzer. Oké. Okay. De schijven zijn ook heel dun geworden. Kijk maar. Ja. Die moeten ook eigenlijk. Oké. Okay. Yep. Ik zou die gaan breken. Mm-hmm. Als ik een tik met een hamer geef, dan breekt die. Meen je? Ja. Oké. Okay. Nee,
Kijk, deze zit vast. Dit zit helemaal zeker. Die beweegt. Ja. En kijk, deze niet. Uh-huh. Als ik hem eruit halen, schoonmaken. Maar die schijf moet ook. Nee, het is gevaarlijk. Los gaan. Ja. Ga ik dus een reclame voor je maken. Hè? Dat heb je al in de gaten. Hè? Nou, hij gaat wel makkelijk los. Ja, dat is belangrijk. Dus je gaat vaker met meneer Ling eten? Wij eten al heel vaak al bij hem. Heerlijk is het, hè? Ja. Lekker lopend buffet. En ja hoor. Nee, want ik vroeg het al aan Julian. Ik zei, weet jij een goede garage? Ja, zegt hij. En mijn vader niet. Maar wie heet dat? Wie is jouw vader dan? Ja, die. Oh, oké. Okay. Nee, maar wij zijn daar vaste klant. Dus sinds vorig jaar volgens mij. Liefie, sinds wanneer zijn wij een vaste klant en bij Lien en bij Julian? Vorig jaar eigenlijk, hè? Ja. Hij komt ook bij mij. Ja, dat weet ik. Daarom juist. Morgen. Middag. Kijk, en dat is het remschijfje, mensen. Ja. Het is echt gewoon... Kijk, deze blok is goed. IJzer omdat deze vast is, is deze ijzer ook op de binnenste. Ja, en dat is ijzer op ijzer, ja. En dat is geen remblokje meer. Nee, kijk, deze is gesleten. Hij zit er ook tussen. Liefie, kom eens. Liefie, kom eens even meekijken. Kom op. Even kijken, want nu zie je dus ook je rem. Hij zit er hier echt helemaal in. Oké. En nou moet ik even met flits. Dat is dus je rem. Die zit er helemaal vast. En dat is ook hetgene wat je hoort ook. Dat kan niet los. Hè? Is dat wel zo'n onderdeel? Dit is het ijzertje van de blok, hè? Ja, dat is het ijzertje. Wat dus... Oké. En die ga ik eraf tikken. Oké. Nou, maar behoort het dus niet zo vast te zitten. Mm-hmm. Nou, dit is dus de rem. Nou, die zit gewoon zo vast. Kijk, schande. Ja, doe maar. Zo dan. Nou, dat is dus je rem. Okay. Kijk, en die is helemaal door. Zie je dat? Mm-hmm. Is echt helemaal door. Even een mooie thumbnail maken. Yes. Maar hij zit goed vast. Je draait hem nu zeker los, of niet? Eigenlijk, ja. Ja, ik maak hem gangbaar. Ik tik hem zo eruit. Hij is gewoon erin geschoven. Oké. Oké dan. Hij is er gewoon helemaal in. Die niet, want die is gewoon los, maar deze niet. Die, daarom heeft hij ook net wat een soort van olie erin gedaan. Ja. Daarom maak je hem eigenlijk nu los hier aan de binnenkant. Ik werk dan niet voor een autogaragebedrijf, maar ik weet een hele hoop. Denk ik, of niet? Ja, ja.
Mijn lieve schat, luister, mijn moeder en die ging altijd met de partners ook altijd mee. En ik wou altijd op hun handen kijken. Ik wou weten wat er altijd gebeurde. Want daar leer je alleen maar weer van. Nou, dus een nieuwe remschijf en een nieuwe remblok is zometeen erop. Wat zullen we dan weer stilletjes rijden, zeg? Dat denk ik wel. Ja. Kijk, en nou. Die bout bouwde dus niet uit net. Oké. Okay. En boven wel. Die gaan we schoonmaken in vet. Top, helemaal goed. En dan schoonmaken zo meteen. Kijk, en die gaat er zo gelijk uit. Zo ziet het dus eruit. Het is niet heet. Het is warm. Ja, het is warm, ja, maar het is niet heet. Ja. En ik zie dat hier iets uit is, maar ik weet niet of dat klopt. Volgens mij wel. Het ziet er heel nice uit. Ik laat jullie even lekker de onderkant even onze autootje zien. Dat is leuk. Nou, dit is de uitlaat. Onze reservewiel. Nou, bandje. Is heel bijzonder. Is heel bijzonder. Zo zie je skaten hoe een auto aan de onderkant eruit ziet. En dit is dus de handrem, deze, ik ga even kijken waar zit mijn vinger. Dit is dus de handrem. En deze jongen, dit is de uitlaat. Ga ik even eronder uit, ga ik even aan de voorkant. Dit is onze hele vernieuwde subframe. Een roze kant in het midden. Hoi! Dus dat is leuk toch? Of weer even aan deze kant. Nu een helemaal zo. Nee. De remschijfjes zijn ook al binnen. Ja. En we zullen weer beginnen. Hoop ik, denk ik toch. Het is nu alweer 2:30, ook leuk. Kijk, en deze is ook helemaal dun. Nou ja, dat zie je. En dan krijgt Ro dus een hele nieuwe remschijf. Ja, dat is leuk om dat te zien. Zometeen. Wat grappig. Zit aan weerskanten dan dingen? Ja. Oké. Okay. Daarom hebben we ook een nieuwe gesteld. Zo. Erg. Ja. Ik heb ook een keertje meegaan van een Mercedes bus. Oké. Precies zo.
Oké. Maar ze hadden niet op tijd. En dan was ik een stukje eraf gegaan. Oké. Gevaarlijk. Ja. Yeah. Zullen we dit nog even schoonmaken? En dit hier doorgooien. Ik wil hem ook wel even schoonmaken hoor. Ik heb wat te doen. Bril op! Hij is er al vanaf deze. Goed zo. Ja, hij is er al vanaf. Ze mag het zelf doen. Dit is gewoon van een wiel, een beetje Mina. Mensen. Zo. Zo, kijk. Is de splinter nieuw geworden? Dank je wel. Ja. Zo kun je het wel zeggen, ja. Netjes. Okay. Kijk wat een verschil. Schat, en ze kunnen toveren. Kijk, dat is een mooie nieuwe. Ja. Hele mooie. Wat een verschil. Man. Wat een verschil. Tussen wat het was, lief. Liefie. Wat een verschil. En wat het was en wat het nu is. Moet je er maar kijken. En die was helemaal op. Ja, die andere die was helemaal op, ja, dat klopt. Okay. Dat is een stuk beter, hè? Dat ziet er een stuk beter uit. Kijk, ik mag hem niet met zijn gezicht, maar wel met mijn handen. Dus. Daar ga ik ook wel rekening mee. Een reclame maken, hè? Ja, hè? Nou, dit zijn dus de nieuwe remblokjes. Zo. Aan weerszijde. Schat? Schat, moppie. En dat zijn de nieuwe remblokjes. Die zijn echt een heel stuk dikker. Middag. Oh, en die andere bouten die doe je straks er helemaal in. Oké, okay, kijk. Even in dit facet, hè? Ja, precies, precies. En dat doe je aan die andere kant, ja. Okay. Wat een verschil dan, hè? Hallo?
Pas op de weg. Ja, zo dan. Oh, dus we remmen straks, hè? Zo, echt, hè? Even een seconde zeggen. Kijk, dan kan ik even dit doen. Maakt niet uit. Ja, dit is echt dodelijk. Dat zit er alweer op. Wat een verschil. Kijk, dan mocht ik per ongeluk je gezicht meepakken, dan doe ik gewoon een hele, hele grote smiley erop, hoor. Dat doe ik ook nog. Van de week heb ik het ook moeten doen met een adres. Ik denk, oh ja, die mag er ook niet op. Nee. Nou, heb ik gewoon heel veel hartjes erbij gedaan. Ja, en je moet wat, hè? Ja. Kijk, want helemaal bleuren, dat is zo'n pokkenwerk. Maar gewoon een hartje of zo erbij, dat is wat minder moeilijk. Ja. Ik heb parkeer, ik moest parkeer, kan je netjes. Maar over het algemeen, dan heb ik daar altijd wel goed. Ja, dan moet je weer nieuwe, ja. Zo, hier is die andere twee boten. En dat is vishout of zo? Weet nee, dat is de naam van het collega, dat is vetter. Oké. Okay. Dat is vet voor de... Voor de boutjes. Ja, dat is voor makkelijk voor een keer de... Ja, precies. Nee, maar dit zelf had ik echt niet kunnen doen, nee. Dan kun je zo meteen wel lekker remmen. Kijk, oké, ik weet en ik weet ook dat, want aan mijn kant, die rem is nog wel goed, maar ik weet wel dat het volgend jaar wel een nieuwe erop moet. Dat weet ik. Of zo ongeveer hoor, denk ik. Maar Nico en die zeggen van dat het nog goed is, dus. Schat, hij draait. Hij draait, ja. En we hier nog boutjes liggen? Ja, dat is voor die. Oké. Wat zoek je? Wil je even checken? Alles is nu vast. Ja. Dit draait dus, hè? Hij moet controleren. Ja. Eind inspectie, toch? Eindspectie, ja. Dat bedoel ik. Als ik hem maar tegen moet houden, dan moet je zeggen, hè? Nee, hoor. Daarom zeg ik al, ik help graag. Vind ik leuk. Die blauwe doppen. Ja, leuk, hè? Action. Ja. Ja. Heb je nog steeds? Weet ik niet. Ja, maar die andere is juist ook. Ja, nee, ik had hem. Dat is mooi. En dan is het zometeen weer. Vastmaken. Wat is dit ding vies, hé? Oh. Kun je hem niet even schoonblazen of zo? Ja. Mooi. Het is hier vies. Die vellig. Ik heb daar een buiten doen. Hè? Ja. Hij is echt vies. Man. Je kan ook met de wasstraat doen. Ja, weet ik. Moeten we ook weer even gaan doen. TCT. Ik
lekker schoonmaken. Heeft hij ook wel verdiend. Wat is die? Als die restjes metalen deeltjes. Ja. En van het remmen, ik weet niet. Die er allemaal vanaf is gekomen. Ja. En van die oude remmen. De mijn is ook dus helemaal op. Ja. Nou, best. Gaan we dit ook dus doen. We hebben weer een goeie. Dan kunnen we helemaal weer veilig rijden, dus. Heb je genoeg licht zo? Ja. Mooi. Ik ook. Scheelt weer, hè? En hoe ver is de mijne door? Die is nog wel redelijk. Redelijk, ja. Nou, het is ook al. Maar deze is wel dun. Toch wel dun? Yep. Ja, dat zeg ik. Het is wel een heel verschil als je dus dit hebt. Ja. Nee, scherp. Mag wel scherp stellen. Kijk, het verschil. Kijk, zo moet je filmen. Dat is een heel groot verschil, ja. Zie je? Yes. Kijk, het is meer dan de helft. Is dat de helft? Ja. Ja. Nou, ik denk dat dit al een aardige vlog waardig is helemaal. Dat ik niet verder hoef te vloggen vandaag. Ja, en dan zit je weer, hè, te handen met dingetjes. Twee mensen vasthouden, twee handen. Ja, daarom. Ik zelf. Ik dacht dat ik dat gedaan heb. Nee, ik zelf.
Het is gewoon in de wasmachine met eerst gewoon in een badje met Biotex. En dan is het weer... En dan in de wasmachine en dan niet in de droger. Of het kan wel in de droger, maar dan in een kussen slopen en dan is het weer schoon. Dat je ook precies weet en welke moet zijn, hè? Ja. Dat zie je denk ik aan deze dingen, of niet? Ja, dan moet die vier boten natuurlijk ook. Ja, oké, maar even kijken. Even kijken hoor. Even kijken of ik kan veel, maar zo op deze manier. Dus die is inderdaad voor deze kleintjes. Ja, deze, en die, deze is voor de schijf. Ja. Schijf. Ja. En die andere twee zijn er voor de remblokken. Ja, oké. Okay. En dan nog twee andere, dat is voor de wielen? Ja, nee, vier. Vier. Nee, twee andere is voor de houden van de remschijf. Oh ja, dat is dus deze vier. Ja, ja, oké. Okay. En maar wat voor studie heb je hier gedaan dan? Voor dit? Ja, gewoon... Auto-monteur, denk ik, ja. En is dat lastig of lang of ook niet? Nee. Want hoe lang duurt zo'n studie? 3 jaar. Oké, 3 jaar. Nou, dat valt nog mee. Ja, je kan ook verder, hè? Ja, precies. Wat een verschil, jongens. Met de oude en met deze. Wauw. Wat een verschil, hè. En dan zet je dus nu alles gewoon in principe gewoon erop, maar en maar nog niet helemaal vast. En dan straks alles vastzet. Goed. Ja, ja, even voor de kijkers ook even duidelijk. Deze moet wel vast nu. Ja, gewoon. Ja, dat snap ik. Geeft even een beetje geluid, maar oké, dan heb je wel. En je moet ook niet bang zijn om vieze handjes te krijgen. Nee. En vieze schoentjes. Nee. En die is ook bijna. Vast. PJ? Ja. T. Nee, PJ. 684P. Geen T. Oké. Die zit vast. Die ook weer. Zo, ja, dat is een hele mooie gereedschapsla. Ja, die is mooi. Nice. Ha 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 ha.
je begrijpt dus wel wat, wat vloggers doen. Dus vloggen, filmen. Kijk. En dan die erbij. Kijk, en dit zijn er twee. Wauw. Nee, precies. Dat is wel de bedoeling, dat hij gewoon goed vast gaat zitten. Hoe leer je alles over een auto? Nou, en via de vlog van Karin. Ja. En dat is dus de... De remcilinder, oké. En die komt dus zo meteen dus zo op. Dus zo komt het er zo op. Dus zo. En dan gaat het zo. Dus deze blok gaat naar die kant. Let me op. Zo, dat is een hele grote waterpomptang, om het zo maar te zeggen. Dat is een joekel. Oh, je gaat hem daar weer in? Ja, die remcilinder die gaat naar binnen. Oké. Hij was eruit dus? Ja, als je remt, dan komt die cilinder eruit. Oké. Grappig om dat ook even te zien. Krijg je dat ding niet naar binnen? Nee, precies. Nog niet helemaal? Nee. Ja, ik heb hem ook wel vast voor je. Help ik je toch een beetje? Maar dat heb je ook niet dagelijks, denk ik, en dat iemand je werk filmt. Nee. Maar zo krijgen jullie wel weer reclame. Hè? Ja. Zo moet je het ook maar weer zien. Nou, hij zit nog niet helemaal, denk ik, nog. Het is ook maar weer millimeter werk ook, hè? Nou schuif deze er vanaf, is dat heel erg? Nee, je mag er niet afschrijven. Nee, dat dacht ik al. Het was eventjes een, nou, het was dus eventjes een klusje om die remblok, zeg ik dat goed? Remblok toch? Ja. Erop te zetten, deze gekke ding. Maar het is hem gelukt. En we hebben ook vertrouwen in ze, want anders waren we hier nou niet. Oh, is goed weer. Oké, vast. Hier ook, aan de zijkant. Kan je zien dat hij helemaal goed zit? De veren moeten binnen zitten. Oké. Ja, weet je wel. Hij wel, altijd. Eind. Ja, dat mag weg. Gewoon lekker even weggooien. Even trouwens wel.
Ja, omdat, ik denk omdat ik dus ook meekijk. Kijk. Wat een verschil. Het is geen roes meer. Nee, jee. Wat een verschil. Vet voor de volgende keer. Ja, dat zei je net al, ja. Klopt. Kunnen we dat wat makkelijker eruit halen. Maar voor de rest ziet het er netjes uit, toch, onze autootje? De rest. Kijk, en hij gaat alles weer vastzetten. Kruis links. En want waarom is dat, kruis links? Om beter vast te zitten. Zit hij ook vast. En als je hem eenmaal vast hebt, dan maakt het dus niet uit. Nee, maar dan gaan we ook zo met die momentsleutel wel aantrekken. Oké. Okay. Ja, dat moet. Kijk, hij draait weer. Toch? Yep. No. Gecheckt. Ja. Ga ik eventjes hier vandaan. Dus nu onze toet-toet die eventjes op en op de rembank gaat. Even kijken. Er zit wel verschil in. Aan jouw kant is het 1977 en aan mijn kant is 1905. Huh? Ja. Als je nou een goede garage willen hebben in Den Haag, ja, de garage Den Helder in de straat Den Helderstraat, nummer 25. Yes. Ja, ik zou zeggen, en hij doet ook APK, benzine, diesel, onderhoud, reparatie, taxatie en schadeherstel. Yep. Helemaal goed. Garage Den Helder.